Mijn naam is Beth Holt. Ik geef les aan vrouwen, mannen en kinderen. Karate. Harnies, dat is Filipijnse stokvechten. En zelfverdediging. Als mensen bang zijn, inderdaad de zelfverdedigingcursus doen. Maar als je op straat bang bent, dan gewoon op je hoede en leert zijn. Je rechtop lopen, je hoofd omhoog houden en rondkijken, niet naar beneden kijken. Een e-bike is een gewone fiets waar een klein elektrisch motortje op zit die het trappen gemakkelijker maakt. Daardoor is het voor ouderen met name een heel geschikte fiets om mobiel te blijven. Maar ja, het is wel anders fietsen, dus moet je even oefenen en je moet even kennis maken met zo'n fiets. En... ja, vertel het maar. Oké, ik zal even vertellen hoe de bediening van de elektrische fiets bij deze gaat. Kijk, je hebt hier aan het stuur een klein displaytje. Nou, als ik daarop druk, krijg ik al te zien hoe vol de accu is van deze fiets, dus hoeveel stroom ik nog heb. En verder kan ik hem dan met dit knopje, even wachten tot het vliegtuig voorbij is, kan ik hem zetten op de stand uit. Dan heb ik geen fietsondersteuning, dan moet ik zelf trappen. Er is een stand waar hij nu op staat, dus lichte fietsondersteuning. De volgende stand is middelmatig. En kijk, ik kan hem in de hoogste stand zetten. Dan heb ik maximale trapondersteuning, dus hoef ik zelf bijna niet meer te trappen. Maar dan gaat het al heel gauw en ga je al erg snel. En dan is ook de accu natuurlijk wat sneller op. Nou, verder zien we hier nog de snelheid die we rijden en de afgelegde afstand. Hoi. Hoi. Kan je zeggen wie je bent en wat je allemaal doet? Nou, mijn naam is Veronica en ik ben van Commonwealth Sport Buurtwerk en ik ben sportcoördinator voor volwassenen. Wij organiseren sportactiviteiten in samenwerking met sportinitiatieven in Amsterdam-West. En vooral de wijken Oud-West, tussen haakjes. Wij lopen nu eigenlijk naar de locatie toe vanaf de Klinker. We hebben net hier sportdag gehad, want het is de week van de eenzaamheid in de Klinker. En we hebben net een sportkliniek gehad van karate en een sportkliniek van een half uurtje Pilates. En mensen konden daar kennis mee maken door de gratis proefles te volgen. En door jullie mee te nemen met deze wandeltocht, dan gaan we direct naar ons kantoor en daar worden ook de sportactiviteiten gegeven. Nou, vertel maar waar we zijn als je wil. Nou, welkom. We zijn bij het Sport Buurtwerk. Wij zitten bij de Bredenschool Kinderbuurt gevestigd in de gymzaal. En wij hebben een heel leuk, schattig kantoortje waar mensen informatie kunnen krijgen over sportactiviteiten die voor jong en oud worden gehouden. Ik ga jullie even meenemen naar de gymzaal waar al het spannend en sportiefs gebeurt. Maar het is wel handig als je
Komen jullie met me mee? We gaan wel de dameskleedkamer doen. Oh jee. Moet je maar even zeggen of het veilig is? Ja. Oké, okay, is het licht? Oh ja, het licht is aan. Het licht gaat allemaal automatisch aan. Moet wel even stil zijn, want er is gymles aan de gang. Oké. Okay. Goed. Ja, hoi, hoi. Hoi, dat is de gymzaal. Ik ga jullie nog een klein stukje vertellen over wat je hier kan doen. Je kan in de avonduren, worden hier sportlessen gegeven voor volwassenen. De bedoeling is dat wij op een laagdrempelige manier buurtbewoners kennis laten maken met bewegen. Daarbij ondersteunen wij buurtinitiatieven. Dus als mensen een goed idee hebben en ze willen mensen aan het bewegen krijgen, dan kunnen ze bij ons langskomen. En dan kunnen ze hun initiatief indienen en dan gaan wij samen met hen kijken of het te realiseren is. Ook kun je op de website kijken, dus www.combuwel.nl. Of je kan lid worden van onze Facebookpagina, dat is Sportbuurtwerk Veronica. Ik denk dat dat het allemaal wel is. Kom een keertje langs. Wees welkom om een gratis proefles te volgen. Ik ga jullie er nu uitschoppen. Hartstikke bedankt voor jullie komst. En tot ziens. Doeg. Doeg. Doei. Het belangrijkste wat ik nog moet noemen is alle teamleden van Tropen Museum Junior. Ik kom uit het Noordoosten, Pernambuco. Mijn vader is danser en mijn moeder de zangeres. Zij heeft een Indiaanse oma en een Europese vader. Hij heeft een opa uit Afrika. Regionale foto in Pernambuco, een deelstaat in het Noordoosten, waar Nederland van oudsher vrouwen. Singing and playing for you.
Peace.
door. Er komt nog een band en ik verwacht eigenlijk dat er veel meer dansen te zien is als net. Eén keer per jaar, het zijn slechte financiële tijden, maar één keer per jaar verdienen jullie het allemaal om in het zonnetje gezet te worden. En dat proberen we vanavond te doen. Er zijn mensen uit allerlei hoeken actief in West, bij zorginstellingen, in buurten, bij welzijn, bij sport. Ik heb allerlei mensen gesproken, dat was ook de bedoeling. Iedereen die actief is en zijn steentje bijdraagt in Amsterdam-West, hoort hier te zijn. Maar deze mensen staan dan voor al die andere mensen die gezorgd hebben dat dit evenement mogelijk was. En ik zou daarvoor applaus voor deze twee mensen. Ik reken op jullie, want de basis van de samenleving in West bestaat uit jullie. Veel plezier vanavond. Thank you.
gesprek met Galiel Eigenbro, de organisator van de Vrijwilligersdag. Ik moet zeggen, Galiel, dat was een geweldig succes. Ik denk niet dat iemand het niet met mij eens gaat zijn. Kun je vertellen wat je allemaal hebt moeten doen om dit voor elkaar te krijgen, hoe lang je eraan gewerkt hebt? Het is een leuke dag geweest. Voor de vrijwilligers. Ik ben heel blij dat de vrijwilligers tevreden zijn. Er is natuurlijk veel organisatiewerk aan vooraf gegaan. En dat heb ik niet alleen gedaan, dat hebben we met heel veel mensen tegelijk gedaan. Waaronder vrijwillige ambtenaren van het Stadsdeel West, die heel hard hebben gewerkt vandaag. Echt petje af voor hun. Maar ook ambtenaren vanuit het Stadsdeel, vanuit hun eigen functie. Andere vrijwilligers en personeelsleden die hieraan gewerkt hebben. Petje af daarvoor. Maar natuurlijk met voldoening, want dat doen we voor de vrijwilligers. En we zijn heel blij om te zien als vrijwilligers eens in het jaar het gevoel hebben dat ze erkend en gewaardeerd worden voor al het goede wat ze doen in de samenleving.